serie Korte Tips en Trucs voor Windows 10 kijken we in deze video naar het verborgen startmenu. Zo heb ik het maar een beetje genoemd. Ik weet eigenlijk niet wat de officiële naam ervoor is, maar je weet natuurlijk dat als je met de muis op de knop start klikt, dan krijg je het startmenu te zien. Of als je op het toetsenbord drukt, krijg je ook het startmenu te zien. Maar je kunt ook met de rechtermuisknop op het startmenu klikken en dan krijg je een soort verborgen startmenu te zien. Met allerlei opties om snel naar bepaalde items toe te springen. Stel dat je je applicaties wilt beheren, kies je bovenin apps en onderdelen. Ga je ogenblikkelijk naar dit item in het venster instellingen. Dit is niet iets nieuws of iets anders. Je kunt ook gewoon zeggen van nou, ik doe het op de gebruikelijke manier. Ik open het startmenu en ik ga naar instellingen hier. En dan zoek ik naar apps. Hier, apps en instellingen of apps en onderdelen. Dat is precies dezelfde pagina. Maar als je rechts klikt op het startmenu, dan spring je daar rechtstreeks naartoe. Dus een stukje sneller. Dus als je weet waar je moet zijn. Stel dat je je batterij, je laptop wilt inschakelen. Nou, kies je energiebeheer. En zo zijn er allerlei opties in het verborgen startmenu die je kunt kiezen. Dit verborgen startmenu kun je openen door met de rechtermuisknop te klikken. Maar ook, er is een sneltoetscombinatie voor. Dat is op je toetsenbord de Windows-toets en tegelijkertijd de X indrukken. De X van Extended, denk ik dan maar. En die opent eigenlijk op dezelfde manier dit startmenu. Dus Windows X die opent dat en ergens anders op klikken of nog een keer op de startmenu knop drukken. Dan sluit je het weer. Windows X. Onthoud die knop. En zo kun je snel allerlei applicaties openen zonder dat je ze in het startmenu hoeft op te zoeken. Dus dat is de tip. Het verborgen startmenu Windows X.